Ik denk nog aan die lady, die mooie kleine lady. Ik denk nog altijd aan haar blonde haren. Die mooie blauwe ogen, die hebben mij bedrogen. Maar toch hou ik alleen, alleen van haar. Waar die mooie, mooie uren zijn. Eerste schot. Oh, wat een radio in de fout. Dit is een cadeautje. Lucas Andersen zet Willem 2 op 1-0. En de man die zo betrouwbaar oogde in de na-competitie. Dan voel ik mij zo eenzaam. Wanneer ik naar die mooie kort is. En dan zit hij deze goal. Denk ik aan die lady, die lieve kleine lady. Dan zie ik weer dat mooie blonde haar. Dat is 1. Twee, we gaan in de nul houden. Maar hij is wel genoeg. Stond hij zo echt niet heel lang uit kunnen hebben. Het is dezelfde combinatie als afgelopen vrijdag. Andersen, Rosario, kijkt ook. Van der Velde, nou ja, dan doet Andersen het toch zelf. Dan maakt hij zijn tweede van de wedstrijd en heeft hij er nu geen hulp van de doelman voor nodig. De volgende competitie, daar gaat Andersen. Andersen, nu nog een keer. Ja, zijn derde. Leven wat van zonneschijn, jij was van mij. Maar die mooie, mooie. Hij maakt er alweer een goal uit bij de Roda. Zie je foto aan de muur, het is of je lacht. Of je heel dicht bij me bent, op je pleuk. En daar, Hubert's goal. Dat is die uitgoal van Willem 2. Daar werd er over gesproken in de kring. Sente,